Oh, Moos. Zo. Niemand minder dan Fella van Hoefijzer. Ah, goed. Oh. Oeh, deze is erin. Oh, kijk. Lekker gelopen, hé. Kijk, we maken een Moos adventure. Hoi, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag, de dag dat de Ghost Social Party is. En ik ben net wakker. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Volgens mij ben ik nou. Ik ben nou net een uur wakker. Ik ben al bij de paarden geweest. We stapten toen ik wakker was net uit bed. En toen gingen we gewoon naar de paarden toe om te kijken. Dus we liepen hier in ons pyjama. Heel grappig. Nou, ik sta hier bij Noora. Die was net aan het kijken, want die staat nu gewoon daar. Moosje staat natuurlijk ernaast. Die staat met Noora te neuzen of zo. En hier staat Marley. Wij gaan nu al even met de paarden naar de binnenbak. Daar is zo meteen een briefing. Dus dan wordt er nog wat verteld over het evenement voor ons. Maar we gaan dus even daar naartoe met de paarden. Want ze kunnen zo meteen niet even lekker hier wandelen of zo. Dus dan zijn ze nu even uit de stal geweest. Hey, schatje. Ik hoop dat ze er zin in hebben. Ze staan er rustig bij. Dus dat is fijn. Oeh, we gaan even de binnenbak in de piste. Oh, Moos. Nee. Deze kat, die zag hem echt zo kijken naar die kleine van, oh, ik ga jou pakken. De trailer hebben we hier even achtergelaten, want dan kunnen de mensen die hier aankomen rijden mooi zien. En dan rijden we nu even de auto terug naar het huisje. En dan gaan we even spullen uitladen nog. Ja. Ik loop even naar binnen, daar heb je de piste, het is nog rustig. Oh, echt superleuk gedaan met die posters. Ik ben net al even bij de stand geweest en bij de ingang en er stond een hele lange rij. En over een uur ongeveer is de meet and greet. En ja, in die tussentijd ga ik gewoon even nog met de paarden een beetje wandelen. Dan kunnen ze grazen. Hier staat Moosje. En zelf ga ik dan ook even genieten en rusten. Het is nu tijd voor de meet and greet. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. De eerste meet and greet. Ja, ik heb ook nog van alles tussen mijn tanden. Zo. We zijn er klaar voor. Iedereen staat helemaal klaar. En daar is de lijn. En dat loopt helemaal je achterdoor. Meet and greet nummer 1. Dan komt dus eind van de dag is er nog één. Ja. Written down the words to say, it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside, baby. Got it all figured out. Wanna do this right? There's a doubt in my mind, baby. You're the one, and tonight I am going all the way. But when you touch my hand, nou, wat is horse agility eigenlijk? Horse agility betekent paardenbehendigheid. Mijn vraag is eigenlijk, hoe ben jij eigenlijk bij de horse agility gekomen? Want jij doet het natuurlijk al een tijdje. Nou, ik doe horse agility sinds vorige zomer. En dat komt eigenlijk door Justine. En zij doet zelf ook horse agility. En zij kwam bij mij langs om dat aan mij te introduceren eigenlijk. Ja. En ik hoorde dat Justine het had het weer van jullie. Want jullie doen het al best wel een aantal jaren, toch? Ja, dat klopt. Ja. 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 Maar hoe zijn jullie er dan op te komen? Nou, eigenlijk ben je officieel gezien de eerste horse agility trainer van Nederland. Oh. Dus toen het hier eigenlijk in Europa kwam, ben ik jou wel benaderd met de vraag of ik geen trainer wou worden. En zodoende ben ik er eigenlijk bij gekomen. Kom maar. Kom maar, kun je erin? Goed, goed. En eigenlijk moet je paard heel stoer zijn om dit te kunnen doen, toch? Hé, Joyce? Dat is eigenlijk waar. En ze moet ook heel goed met je leren samenwerken. Ja, ik ben soms een beetje onhandig. Maar Moos vond het vanaf het begin gewoon leuk. Het is gewoon echt hoe hij is qua karakter. En Noora is iets voorzichtiger. En hoe is het bij jullie paarden gegaan? Vonden zij dat vanaf het begin ook aan leuk? Nou, eigenlijk toen ik jou een veulentje was, toen vond ze het al leuk om het
zelf aan de kant van de bak te pakken en daarmee te schudden. En ja, toen ontdekte ik eigenlijk hoe leuk het eigenlijk was om met je paard te spelen. Eigenlijk wat jij nu met Moos doet, met een zakje aan de touw rennen, of met de logiers, weet je, met iets geks eraan. De uitvoering voorop staat en daarnaast de samenwerking samen met je paard. Dus eigenlijk plezier moet voorop staan. En dat vinden wij nou zo leuk, omdat ja, dat vinden wij gewoon leuk in wat je met je paard doet. Of dat nou een grond is, of als je erop zit. Goed zo, Rai. Goed hè, zo. Goed, jij ja, heel charmant. Zo. Ja. Die gaan we even in stap. Wacht. Goed zo, kom ik. Netjes. Joyce. Ja? Maakt het uit of je een touwhalster, een normale halster of bijvoorbeeld een nekroop gebruikt? Nee, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Je moet gewoon gebruiken wat ja, fijn is voor jou en je paard. En wij vinden het fijn om met een touwhalster te werken. Nou ja, Fenna en Maarten die werken met een gewone halster. Maar als je bijvoorbeeld thuis lekker alleen bent, kan je paard ook helemaal loslaten, dat je het halster afdoet. Wij geven wel voorkeur voor om zonder wit te doen, dus dat je niet met teugels gaat. Want als er wel een keer iets gebeurt dat je paard misspringt en dat je dan een miscommunicatie hebt, ja, dan trek je misschien per ongeluk ja, in de mond. En dat is niet de bedoeling. Je mag het gewoon zelf kiezen wat je fijn vindt. Ja, maar officieel mag je toch ook eigenlijk geen zweepje bij hebben? Dat is ook waar, maar ook daar zijn de meningen over verdeeld. Mm-hmm. Dat je gewoon in een training, als jij daar goed mee kan werken met een stick of met een zweep, nou ja, dan moet je daar zelf voor kiezen. Ah, goed zo. Goed zo. Kom, gaan we samen springen. Ja. En... Ja, goed zo. Oeh, hier. Zeiltje. Oeh, ik ga eerst door. En... Oeh, ik ging bijna langs. Oeh. Oké, ik weer kan opbergen. Oké, okay, Jenny gaat door de hoek. Ja, goed zo. Oeh, die heeft er zin in. Ho, 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 ho. Oeh. Oh. Oké, okay, zo heel. Je ziet dat paarden hier heel blij van worden. Ja. Wij zitten even in de VIP. Kijk, zitten even te relaxen. De show vond ik heel goed gaan. En we zitten nu naar het andere show te kijken van Eva en Jesse. Die zijn hier bezig. Okay. En zo meteen gaan we Moos klaarmaken. Ik denk dat ik hem nog even ga logeren voor de volgende show. Maar hij is eigenlijk best wel heel blij. Vandaag is hij echt heel lief, dus we gaan ervan uit dat het gewoon goed blijft gaan. Ja, dus we gaan het zien. Ja. Dat is dan de laatste show en dan nog meet and greet en dan zijn we klaar. Ik heb lekker weer eten. Ik had net mijn haar opgestoken zodat het even uit mijn gezicht is, want het is best wel warm. Maar net had ik het echt bloedje heet, maar nou gaat het wel goed. De pony die je nou hoort hinneken, dat is een pony van een supermodel. Misschien dat jullie hem kennen. Deze pony heet volgens mij Bear. Bear in het Nederlands. En hij is van Matt Harnikin. Die gaat op het einde dan een eindshow geven. Oh, kijk! Wat gebeurt hier? Oké. Okay. Oh, nou, gezellig. En Nadine is druk bezig met Moos nog een beetje schoonmaken voor de horse, niet de Horse Agility, maar de Working Equitation Show. En ik ben benieuwd hoe Noora het gaat doen als Moos weg is. En hoe Moos het gaat doen als Noora weg is. Dus dat wordt nog spannend. Nee, ik wilde even filmen over wat jij wilde zeggen. Heel luxe, jij was even mijn paard aan het logeren. Ja. Hij is zo relaxed. Ja, gelukkig wel. Dit is zo lief, hè? Ik denk dat het wel goed komt. Ik heb er heel erg veel vertrouwen in. Dus ik ga lekker op en dan zie ik wel hoe het gaat. Dan doe ik weer filmen. Yes. Ja. Go, Fenna. Laat mijn moeder hard rustig aan. Ik weet dat het goed werkt. Ja. Nou, mama is trots op je. Lekker gelopen. Je hebt het gewoon weggelaten, toch? Ja. Ja, hij begint helemaal op stem. Dat ik dan, dan doe ik dat luiden dan. Niet altijd hoor, soms dan denk ik. Moet je dat op dat geluid stilstaan? Ja. Ik gebruik zeg maar geen ho voor halt. Ja. Dat doe ik als ik wat langzamer, maar als ik echt wil stoppen, dan doe ik klik. Dan moet hij stoppen. En is dat het commando in de bocht? Geen item. Ja, gewoon zo. Nou, want kijk, daar hoef je, ja, dan hoef je niet je lippen van elkaar, dan kan je super. Woehoe! En nou even een mos, juist. Goed zo, Ben, hè? Nice! Nou, ik rijd persoonlijk al een aantal jaren Working Equitation wedstrijden. Fenna, sta jij inmiddels aan? Ja, oké. Okay, ja, sorry, ik was even bij de kapotje aan
kijken. Dat is die wandstok. Want die probeer ik deze week te oefenen de most. Ik heb er niet zoveel tijd voor gehad. Dus ik ben even gaan kijken aan de hand, want daar begin ik altijd het liefst mee als ik Burger Invitation ga doen en nieuwe dingen aan most ga leren. Maak ik het liefst afspraken met hen eerst van wat ik vond. Nou, ik zat, nou, ik weet niet of jullie hebben gekeken, maar most keek eigenlijk alleen naar over eten, zat in het dom. Dus ik ga zo meteen al proberen om een bammetje te pakken. Maar ik zal zo meteen een paar keer het woord aan de anderen geven als zij de oefening gaan rijden. Dus ja, ik heb vast heel veel plezier. Romy, is een oefening die jij nu wilt gaan rijden? Zal ik de poort laten zien? Ik ga het open doen van het hek. Ja, en nu ga je zijn maar zo, dat is een beetje aan de boom. Nou, ik zal de poort laten zien. Maar het is eigenlijk al best een lastige oefening, want je paard moet zijwaarts springen en achterwaarts en wachten, geduldig zijn. Dit vind ik niet zo wat moeilijk. En je moet eigenlijk doen alsof je een hele kudde koeien achter het touwtje hebt en die mag je niet laten ontsnappen. Dat het paard door een snelle doorgang moet en dat hij ook naar het object toe durft te wijken. Ja, goed zo. Oké, okay. Hier gaan we hoor. Ja. Proost. Ik heb dan het geluk dat Moos een ontzettend cool paard is. Hij is liever lui dan moe, dus hij vindt het heel erg om even te wachten. Maar bijvoorbeeld ja, zo'n paard zoals Romy heeft, dat zit echt in dat bloed om dit te doen. Want Working Invitation komt oorspronkelijk uit Spanje, Portugal en Frankrijk, toch? Romy? Ja, Zuid-Europa. Ja, en ja. Stroom is echt een ras ja. Van die streek van Portugal. Ja, dat komt uit Portugal. Dus eigenlijk een stierenvechter paard. Nou vind ik stierenvechter wel een beetje lekkerzinnig. Maar de paardjes van de stierenvechter zijn altijd wel heel snel en wendbaar. En dat deed hij ook. En dan ga je die achter en hij komt een beetje snel. Ja, nou, nu. Goed zo. Romy, bij mij zijn alle koeien al lang naar de eiland. Dit is dus niet de bedoeling. Ik moet het zo dicht mogelijk gaan doen. Vraag ik goed. Maar als de wedstrijd gebeurt, dan krijg je iets minder punten als je hem losjaagt. Maar zolang je hem nog blijft vasthouden. En je ziet trouwens dat de meeste, iedereen wel, voor je eigen galop gaat. Bij Working Equitation rij je eigenlijk de oefeningen of in stap of in galop. Omdat draf heeft eigenlijk geen functie. Even lekker in stap, omdat de galop bij ons niet zo bevestigd is. En ja, bij Working Equitation moet de galop toch wel redelijk verzameld kunnen zijn en in de controle. En dat zie je wel bij deze paarden. Net als deze. En wat je op de wedstrijd een beetje meemaakt. Ik heb die wijze wel gelet daar. Het is even later, de show ging goed. Volgens mij heb ik daarna niks meer verteld, hè? Nee, ik heb net wel heel goed nieuws gegeven. Ze hebben hier een broodje met een vegetarische pakket erop. En dat is echt een van mijn lievelingsdingen op de wereld. Dus daar ga ik nu naar uitkijken. Maar voordat ik zo'n broodje kan eten, heb ik mijn tweede meet and greet. Dat is de laatste. Ik heb geen shows meer hierna, geen meet and greets meer hierna. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Er staan al super veel mensen weer in de rij. Ja, best wel succes. Ik heb er zin in. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands. Now I'm all confused, turning gold into sand. Zo, de meet and greet is afgelopen. Ik zit nu even bij de paarden te chillen. Ik heb ze weer wat eten gegeven. En Noora kan nog steeds niet, of wil nog steeds niet met haar hoofd door. Het luik heen. En ik wil even Klein Oever echt complimenten geven over de stallen. Omdat, nou ja, je zou misschien denken, ja, dit zijn toch maar manegestallen. Maar ik vind het zo fijn dat mijn paarden in gewoon deze stallen staan. Ze hebben een luik naar buiten. Ze kunnen hier alle andere paarden zien. Ze kunnen elkaar zien. Ze staan naast elkaar. Dat vind ik al helemaal fijn. En ik kan gewoon hier hooi dumpen en ze kunnen delen. Alleen Noora doet dat niet. Maar dat is wel echt heel fijn.
Het is nu 6 uur, dus ik ga zo meteen een broodje met vegetarische kroket eten. Oh, ik heb er echt zin in. Kijk dan, de beste groom in de wereld. Ja, vegetarische kroket. Ik zei het echt net al, 2 minuten geleden filmde ik nog dat ik hier heel erg zin in had. Nou kan je eten. Ja. Het hoogtepunt van de dag is zojuist gebeurd. Iedereen is blij, want we hadden nog superveel dozen open. En nou, we waren bang dat het niet in mijn auto zou passen. Maar kijk, naar puzzelen en sjouwen past er zelfs een dikke plek. Dat is echt weer fantastisch. Oh, het is echt omdat wij goed gepuzzeld hebben. Ja. Puzzeld. Ja, het was lang puzzelen, maar ja. Dan heb je. Oh, dit hebben we nu gehad. Ja. Laatste dingen bij moeten we nog bij de stand weghalen. En dan zijn we klaar. Wij zijn nog even met de paarden aan het wandelen en aan het grazen. En ik wil even laten zien hoe het evenement er nu uitziet. Oh, wacht, je kan het niet heel goed zien vanaf hier. Hier waren de stands van de YouTubers. Hier was de meet and greet. Grote tenten, daar een grote tent van de boer. En je kan het niet goed zien, maar het is gewoon helemaal leeg. Er is ook niemand. Heel gek in vergelijking met vanmiddag en vanmorgen. En we gaan gewoon weer even de piste in. Kijk, dit is hoe het er nu uitziet. Gewoon helemaal, ja, bijna helemaal leeg. Oh, misschien dat de paarden nu willen rollen. Kijk, gewoon helemaal stands leeg. Iedereen weg. Het was voor mij ook dat opeens iedereen weg was. De stands waren leeg. Ik heb helemaal niet meegekregen dat het werd afgeruimd eigenlijk. Of werd opgeruimd. Oh, misschien zie je het aan mijn gezicht, maar ik ben heel erg moe. Het is nu iets van 9 uur. En oh, ik denk altijd dat ik hier een snorretje heb. Zo'n stopsnorretje. Dat heb ik heel vaak, maar nou, volgens mij niet. Hoop ik. Ik ben de paarden even een worteltje aan het geven. We hebben echt best wel even met ze gestapt. En net ook even losgezet in een soort van mini binnenbakje. Om te kijken of ze wilden rollen. Maar dan wilden ze niet. Dus ze staan nu gewoon weer lekker in het stalletje. Ze doen het echt super goed. Ze hebben het zo goed gedaan vandaag. Ik ben zo verbaasd dat ze het zo goed hebben gedaan. Alle twee moos was super lief en braaf. En Noora deed het ook super goed. En ik wil iedereen gewoon heel erg bedanken voor het fijne weekend. Morgen ga ik denk ik ook nog vloggen. Ik weet het nog niet zeker trouwens of er 3 vlogs komen. Misschien dat ik er toch een 2 van maak. Weet ik nog niet morgen. Moet ik even kijken. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik wil de boer Horstrux heel erg bedanken. Nog voor de fijne trailer. Want het is zo fijn om gewoon met een trailer op pad te kunnen. Geen niks moeilijks te hoeven te regelen. En ik heb ook gewoon een hele fijne trailer gekregen van ze. Applejack wil ik ook heel erg bedanken. En de Herbs Horse. Want ze alle drie de bedrijven die ik nou noem hebben de Go Social Party gesponsord. Ze hebben eigenlijk mogelijk gemaakt. En dat, ja, zonder hen was dit nou niet zo geweest, dit evenement. En was het ook niet zo leuk geweest. Dus ik ben daar gewoon heel erg dankbaar voor. Maar goed, ik ben echt heel moe. Ik ga afsluiten. We gaan zo meteen nog even bij het kampvuur zitten. Dan ga ik lekker douchen en naar bed. En morgen vertrekken we terug naar huis. En heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje te doen. Vergeet niet te abonneren als je nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei!